Van een tomboy in een prinses veranderen is gemakkelijk. Je hebt alleen de juiste lerares nodig. Twee vriendinnen ontmoeten elkaar in een café. Het ene meisje is een deftige vrouwelijke jonge vrouw met voortreffelijke manieren. En de andere is een beetje ruw rond de randen. High five, meisjes! Hey Ober, ik wil een extra grote pizza met 3 dubbele kaas. Kom op, maak het pittig. Oh, eindelijk, mijn eten is klaar. Melanie, ga je dat allemaal zelf opeten? Oh, mijn ogen. Maak je een pizza burrito? Oh nee, zeg me niet dat je het zo gaat opeten. Jakkes, dit is een misdaad tegen de tafelmanieren. Luister Melanie, ik ken deze charmeschool. Ik denk dat ik je wel eens zou kunnen helpen. Mooi, bedankt. Ik had een servet nodig. Ik zit onder de saus. Melanie heeft een oogje op Theo, maar ze heeft een rare manier om dat te tonen. Oh, Theo, je bent hilarisch. Melanie bedekte zijn gezicht met spuug. En ze gebruikt zijn been als boksbal. Melanie? Kijk, de school voor vrouwelijkheid neemt nog steeds aanmeldingen aan. Het zal zeker helpen. Maar Melanie heeft andere prioriteiten. Oh, gratis frisdrank. Ik ben al op weg. Uiteindelijk ontmoet de tomboy de directrice van de school voor vrouwelijkheid. Wauw! Ze is het toonbeeld van de gratie, elegantie en perfecte manieren. Welkom op de school voor de vrouwelijkheid, Melanie. Ik ben mevrouw de directrice en ik zal je alles leren wat ik weet. Oh, wauw. Kijk eens naar haar geweldige gimpen. Ik droom er al van zulke schoenen te hebben sinds ik klein was. Doe alsof je thuis bent, Melanie. Laten we beginnen met je transformatie. Je zult werken met de allerbeste coach die je je maar kunt voorstellen. Ik heb al vele beroemdheden getraind om goede manieren te hebben. Ah, waar zouden de jongens zijn zonder mij? Is dat Peyton? Blijf van de sterren af. Al deze mensen zijn pas beroemd geworden nadat ze mijn cursus hadden afgemaakt. Mijn favoriete leerlingen. Laten we van jou er ook een maken. Om te beginnen, laten we je kleren veranderen. Een echte dame hoort zich niet te kleden als een jonge Justin Timberlake. Wat zal ik kiezen? Ik denk dat deze leuke jurk perfect zal zijn. Probeer hem maar eens aan. Wauw, Melanie ziet er totaal anders uit. Nu ziet ze eruit als de achterkleindochter van een koningin. De jurk staat haar perfect. Je ziet er veel beter uit, Melanie. Tijd voor je eerste les. Maak je klaar, we gaan muziek maken. Een echte dame moet elke noot perfect kunnen aanslaan. Een muziekinstrument bespelen. Ah, ik denk dat ik mijn stem genoeg heb opgewarmd. Ga zitten, laten we met de les beginnen. We zullen Beethoven's 5e sonate leren. Oeps, mijn instrument! Dat is niet erg, de muziek in mijn ziel is niet te stoppen. Laten we teruggaan naar de basics. Ik nam deze platinaplaat op met Madonna toen ze nog mijn achtergrondzangeres was. Laten we eens luisteren. Oh nee, mijn oren! Mevrouw de directeur, zet deze klassieker nu alsjeblieft uit. Ik hou er niet van. Ik veronderstel dat we gewoon jouw instrument moeten vinden. Wat dacht je van de gitaar? Oh. Wat? Melanie, wat ben je aan het doen? Je verpest mijn plaat. Hoewel ik dat wel leuk vind. Melanie, deze volgende les is heel belangrijk. Ik ga je de fijne kunst van het flirten leren. Hoe je een jongen kunt laten zien dat je hem leuk vindt. Kijk en leer.
Dus de eerste regel. Kijk hem recht in de ogen. En probeer zijn hart te winnen met slechts één blik. Zie, nu bloost hij. De klant is er klaar voor. Nu is het jouw beurt. Melanie probeert haar ogen te gebruiken om de man te laten zien dat ze hem leuk vindt. Maar het pakt helemaal verkeerd uit. Ik ben bang voor haar. Nee, Melanie, dat is verkeerd. Knipoog gewoon naar hem. Hier, ik zal je helpen. Gewoon een beetje spuiten met limoen. Oh, mijn ogen! Daar gaan we. Het werkt. Hij houdt van haar speelse knipogen. Maar werk is werk. Ik neem deze stoel als onderpand. Dag, meisjes. Goed gedaan, Melanie. Je maakt vorderingen. Laten we beginnen met onze looplessen. Een goed loopje is wat een dame van een tomboy onderscheidt. Oh nee, stop Melanie. Je loopt als een zwangere kip. Je hebt hakken nodig. Hier, doe deze aan. Oké, prima. Bah, weer belastingontvangers. Straks pakken ze mij en mijn stoel nog. Oké. Oh, eindelijk. Ze zijn van mij. Mijn droomsneakers. Melanie zal het niet merken. De hakken hebben Melanie ook niet geholpen. Ze loopt als een gewichtheffer in Laboutens. Melanie, neem deze boeken en zet ze op je hoofd. Dat zal je slimmer maken. En je behoudt een goede houding. Vergeet de strik niet. Loop nu, prinses. Loop! Zelfs grote literatuur kan Melanie's loopje niet verhelpen. Dit is hopeloos. Oh, wat maakt het uit? Ik hou toch niet van boeken. Waar zijn mijn gimpen? Ik trek ze gewoon weer aan. Ach man, geen geluk deze keer. Een echte dame moet alles leren over paardrijden. Onze volgende les gaat helemaal over ruiterbezigheden. Ik ben klaar om te beginnen. Waar is mijn paard? Hier is het. Die outfit staat je geweldig. Opzij, Melanie. Mevrouw de directeur past niet in het zadel. Nou, laten we gaan racen. Een les over het koken van verfijnde gerechten. Kom op, Melanie. Laat ons je culinaire talenten zien. Hè? Huh? Mevrouw de directeur hallucineert vooral over haar gedroomde gimpen. Maar dit is maar een baguette. Ze ziet dingen. Denk eraan, Melanie. Het belangrijkste is koken met je hart en ziel. En een mooie presentatie. Oké. Mevrouw de directeur hakt gezonde ingrediënten elegant in stukjes. En Melanie kookt met niets anders dan haar eigen intuïtie. Ik meng alles door elkaar en het zal de bom zijn. De les is voorbij. Laten we onze gerechten vergelijken. Mevrouw de directeur maakte een spontane salade. Wat heeft Melanie in huis? Wat is dit? Melanie, deze bessen zijn ongelijk. Moet ik je alles vertellen? Mijn liefste tomboy, dit is de laatste dag van je opleiding. Gefeliciteerd! Je hebt je studie aan de School voor Vrouwelijkheid afgerond. Nu mag je voor je studie betalen. Hier is de rekening.
Huh? Kijk eens naar al die nullen. Dit kan ik me niet veroorloven. Nou, ik denk dat ik een betaling via Gimpen kan accepteren. Ik zal je korting geven. Vaarwel, lieve Melanie. Ik vond het heerlijk om je les te geven. Ik zal altijd aan je denken als ik naar mijn nieuwe Gimpen kijk. Nu is Melanie's opleiding voorbij en ze is een perfecte dame. Wacht even, Melanie. Je bent je certificaat vergeten. Je hebt een hele cursus gevolgd over het worden van een dame. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Vond je onze transformatie van een tomboy in een prinses leuk? Reageer dan hieronder en vertel ons of je aan de School voor Vrouwelijkheid zou willen studeren. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op de bel. Mis geen enkele grappige nieuwe video van Woehoe!